Welkom bij deel 2. Wat ik sowieso eerst moet doen is mijn haar losmaken en dan wassen. Let's go. En we're back. Haar is los. Sephora, hoe laat is het? Het is bijna 5 uur. AM. Je weet intussen al waarvoor de M staat. Manting. Het is 5 uur. Het duurt ook een beetje lang omdat we bezig zijn TikToks te maken. Maar dit is hem. Mijn groei is meer dan duidelijk. Overduidelijk. Oké, nu ga ik mijn haar wassen. Omdat mijn haar langer en dikker is geworden, ga ik het niet met dit alles gewoon los wassen. Ik ga mijn haar eerst in secties verdelen. En dan, om niet lang in de badkamer te staan, hier ga ik shampoo doen en deep condition en all that jazz. Just please keep watching. Don't forget to like and subscribe. So for an intern break. Ik vraag me af hoe lang Sephora de haar zou zijn als het niet permanent had gelaten. And we are back. Ik moet shampoo gaan kopen. Ik heb van mijn moeder geleend. En mijn moeder gebruikt. Ik moet een shampoo hiervan gaan kopen. Maar dit gebruik ik om mijn haar te wassen. Ik kan me niet meer houden aan die sulfaatvrije shampoo cake. Want die sulfaatvrije shampoos. Ik weet niet of het zo is, maar ik denk dat al hun witte flessen conditioners zijn en hun zwarte flessen zijn shampoo. Ik ben niet zeker, maar ik denk het. Dus ik moet een shampoo hiervan kopen. Maar voor vandaag ga ik van mijn moeder gebruiken. Is ook een Tresemmé. Is verdeliger. Shampoo van Tresemmé blijft langer. En als het like een beetje is gezakt, dan leng ik het aan met water. Let's get to it. Hier zie je build-up. Ik denk dat je ook daarom liever geen producten mag gebruiken. Weet toch wat? Ik zei dat Malika ons had aangeraden, maar ik had toch olie gebruikt. Dus. En die build-up kan dan ervoor gaan zorgen dat je haar gaat plakken. Dus ik denk dat je het daarom niet moet doen. Hè? Maar je weet niet, je ziet er aan. Inwerken. Water inwerken. Natuurlijk ga je ook veel losse draadjes krijgen. Dat is normaal, want je hebt maanden niet uitgekamd. Dus gewoon trekken zodat die losse haartjes vrijkomen. Don't be shocked. Ik ga niet zeggen mijn haar valt uit. Je hebt je haar maanden niet gekamd. En dan is het normaal voor die losse draadjes om vrij te komen wanneer je zo trekt. Zie. Eerst mijn hoofd. Mijn oma zou zeggen, je potassan zo omboorzo meisje. Potassan zo omboorzo. Is het omboorzo? Wat? Wanneer iets echt zo onbehoorlijk zit. Na omboorzo, no? Oh. Meld me in de comments als je die takkie kent. Potassan zo omboorzo. Ga mijn oma vragen later, want het is al over 5. Dus ik ga er straks vragen wanneer ze wakker is. Als ik mijn ogen open kan houden. Ik weet niet of het me gaat lukken om vandaag alles te doen. Het is al voor 5:30 AM. Maar ik ga alvast die shampoo eruit spoelen. En dan die conditioner in mijn haar zetten. Ik weet niet of ik ermee ga slapen. Ik weet nog niet. Maar ik probeer alles voor jullie te doen. Dan ben ik tenminste klaar hiermee. Het was echt een struggle. But I did it. Shampoo is done. Ik droog mijn haar niet met een baddoek. Maar altijd met katoen. Omdat katoen zuigt. En ik wrijf niet. Ik doe gewoon strokes. Ik wil niet eens meer weten hoe laat het is. Next step. Ik heb dit al een tijdje. En ik zie hier dat het kost. Dat het $39.95 kostte. Dus ik vraag me af wat het nu kost. Watch hier mee.
Dit is mijn favoriete deep conditioner. Soms doe ik een beetje olie erbij. Maar dat ga ik vandaag niet. En misschien is het je ook opgevallen. Ik heb mijn haar nog niet uitgekamd. Pas als ik deep conditioner in mijn haar heb, dan pas ga ik het uitkammen. Let ook daarop wanneer je je haar uitkamt. Safora is intussen naar huis. Dank je Safi voor het helpen van mijn TikTok en mijn video. You know it's a best friend wanneer ze like 6 uur EM bijna naar huis gaat. Thank you so much. I really appreciate it. Dank je wel Safora. Dames, ik zeg je niet wat je moet doen met je haar. Ik deel gewoon met jullie wat ik doe met mijn haar. Straks moet je niet horen, mail zeg maar, ik moet dit doen, ik doe dat niet goed. No, do what works for you. Iedereen ervaart zijn of haar journey anders. You heard me, baby? Hoor je dat, schatjes? Just love your natural hair. Zo, ik ga de andere kant even off camera doen. En dan kom ik terug. Hoor je span even, hoor je span. I'm back. So everything is covered. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik mijn haar uitkam. Nu pas ga ik mijn haar uitkammen. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik één kan doen. En dan ga ik snel de rest off camera doen. Let's go. Maak één las. En we gaan niet. No. Sexies. Je wil een lange haar, hoor. Sexies. Guys, mijn haar is uitgekamd. Je ziet dat ik meer twists heb. Dit is alles dat ik kwijt ben. Dit is losmaken, shampoo, conditioner uitkammen. Dit alles is hierin, in deze bol. Oké, nu ga ik hem uitspoelen. En dan kom ik bij jullie terug om af te sluiten met twists. So guys, het is intussen. Ik moet even lachen. Het is intussen 6:15. En ik ga mijn haar nu twisten. Je gelooft het of niet? Het is nu 7:15 AM. Ik ben nu pas klaar. Ik heb mijn haar getwist. En direct gesnoeid. Gewoon mijn punten even gaan. Een snipje gegeven zie je. Geen sliertjes. En ik heb lief in gebruik van Queen Fans. En Ginger Garlic Hair Food van Queen Fans. Daarmee heb ik getwist. En als je het eindresultaat wil zien, blijf kijken. Wat je voor me kan doen is alvast een duimpje omhoog doen. Heb je iets te vragen, doe dat nu. In de comment section, subscribe en share deze video. Blijf kijken als je het eindresultaat wil zien.